In 2018 worden in Dordrecht 31 nieuwe herdenkingsstenen geplaatst voor Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Een van de zogeheten Stolpersteinen wordt in april geplaatst in het centrum voor het gezin van Arpad Wijs. Hij was trainer van DFC en moest als Jood vluchten uit Italië. 28 van de stenen zijn bedoeld voor Joodse Dordtenaren die zijn omgebracht in het concentratiekamp Sobibor. Daar werden ruim 34.000 Nederlandse Joden vermoord uit 19 transporten. De 28 Dordtenaren kwamen uit één transport. Eerder werd bekend dat er in 2018 sowieso 12 nieuwe Stolpersteinen worden geplaatst. Dat aantal is nu bijna verdriedubbeld. In Dordrecht zijn de afgelopen jaren al 86 herinneringsstenen geplaatst.